Hallo iedereen, welkom bij de webinar over de dematerialisatie, ofwel, om het een beetje simpeler te zeggen, voorschrijven zonder papier, eigenlijk, bij een Dentalmin. Mijn naam is Sebastien, ik ben de opleider van Dentalmin. Ik geef alle trainingen intern bij ons, ook alle trainingen aan tandartsen. U kan mij al eens gehoord hebben, als u op ons YouTube-kanaal gezeten hebt, dan hebt u alleen maar mij gehoord. Dus welkom, sowieso iedereen. Dematerialisatie gaat in Dentalmin vanaf 15 september erin zitten. Wij hebben de goedkeuring al daarvoor. En in deze webinar van ongeveer, ja, ik denk zelfs nog geen 10 minuutjes, ga ik u uitleggen hoe dat eruit zal zien en hoe dat het werkt. Laten we eraan beginnen. Ik ga eerst mijn eigen fiche openen, omdat ik mijn eigen heb ingelezen met een identiteitskaart. Dus ik heb ook het Rijksregisternummer van de patiënt, dat is wel belangrijk om weten. Net zoals alle andere e-health functies werkt dit alleen maar als u het Rijksregisternummer van de patiënt heeft. Als het u een patiënt heeft die geen Rijksregisternummer heeft, dan gaat u geen elektronische voorschriftjes kunnen maken. Hoe maken we nu een voorschriftje gedematerialiseerd in Dentalmin? Daarvoor klikken we op ingavebehandeling. U kan klikken op voorschrift. En dan mag u medicatie beginnen voorschrijven. Amoxicilline bijvoorbeeld. We zoeken dat op. Die gaat dan gaan opzoeken in de database van de overheid. Wat heeft er allemaal de naam amoxicilline? We duiden daar iets aan. Dit bijvoorbeeld. Ik ga er een vijftal voorschrijven om te tonen hoe het gebeurt als er op meer dan één pagina voorschriftjes tevoorschijn komen. Amoxicilline, ibuprofen, generisch, dafalgan ook maar eens. Dafalgan forte. Wat hebben we dan nog? Diclofenac. Ken ik omdat ik ooit eens een ontsteking had heb aan mijn hernia. En dan moest ik dat eventjes nemen. Hop. En dan gaan we nog als laatste medicatie nemen. Amoxiclav bijvoorbeeld. Het is ook niet nodig om de volledige naam te typen. Bijvoorbeeld als ik gewoon amoxicl zou intypen, dan gaat hij alles zoeken met amoxicl. Dan kan ik ook amoxiclav ook voorschrijven bijvoorbeeld. U ziet ook de verschillende kleurtjes hier. De rode medicatie is medicatie die uit de handel genomen is. Grijze medicatie is medicatie die tijdelijk onbeschikbaar is. Dus ik heb hier nu onderaan ziet u de voorgeschreven geneesmiddelen. Hier ziet u een beetje het overzicht van wat gaat er allemaal op mijn voorschriftje staan. Ik zeg nu op mijn voorschriftje, eigenlijk met het nieuwe systeem van de dematerialisatie gaan dit 5 aparte voorschriftjes zijn met 5 aparte streepjescodes. Belangrijk ook is, als u een recipe wilt maken, dus als u een elektronisch voorschrift wilt maken, u moet ook altijd een posologie ingeven. Dat kan u hier in Dentalmin in de kolom posologie. Als u daarop klikt, gaat hij u vragen posologie en dan kan u zeggen bijvoorbeeld drie keer per dag. U ziet, hij geeft mij nu al een paar suggesties. Dat zijn suggesties die ik zelf heb opgeslaan. Hoe kan u dat zelf doen in uw Dentalmin? U vult iets in. En als u dan op het disketje klikt, dan gaat die in het keuzeminuutje tevoorschijn komen. Dus ik ga gewoon zeggen 3 maal per dag. Ik ga het mezelf nu makkelijk maken. Ik ga gewoon telkens 3 maal per dag intypen. Ik ben geen tandarts, dus ik weet niet of dat hier allemaal mag of niet. Maar laten we het gewoon eventjes zo doen. Voilà. En nu ben ik klaar om dit elektronisch voor te schrijven en dus eigenlijk aan de patiënt te zeggen van oké, dit zijn al uw medicatie die u nodig hebt. Hoe doen we dat? We klikken op die knop afdrukken met recipe. Nu denkt u waarschijnlijk, ja maar Sebastien, daar staat afdrukken. Ik wil dat niet afdrukken. Geen probleem, we hebben die knop gewoon zo genoemd nog altijd. Wat gebeurt er als ik hierop klik? Dan gaat hij dat nu allemaal verwerken bij e-health. Dus die is een beetje aan het draaien nu. En dan kan u eigenlijk al zien op de achtergrond, ik ga dat een beetje verschuiven, dat die lijntjes hier onderaan, u ziet dat allemaal aangemaakt worden. Dat zijn allemaal aparte voorschriftjes eigenlijk. En dan krijgt u van Dentalmin hier 5 medicatievoorschriften werden succesvol verstuurd naar Recipe. Wat wilt u doen?
Wilt u dit bewijs nu versturen via e-mail naar de patiënt? Wilt u dit nog altijd eventjes afdrukken, wat u graag een beetje zeker bent en u wilt nog een papier hebben? Of wilt u zeggen, nee, ik vertrouw het systeem van e-health en we gaan dat gewoon geen bewijs bezorgen en de patiënt gaat de geneesmiddelen ophalen door middel van de EID-kaart. Geen bewijs bezorgen ga ik u nu niet voortonen, want dan gebeurt er gewoon niks. Dat is ook niet echt nodig. Maar ik ga het nu even tonen bijvoorbeeld wat er gebeurt als u het bewijs wil versturen via e-mail. Ik ga daarop klikken op die knop. Dan gaat Dentamine automatisch naar het communicatiescherm van Dentamine gaan. En dan gaat hij een e-mail maken met al automatisch in bijlage het voorschrift in een PDF-vorm. Hoe ziet dat er nu uit? Dat is eigenlijk net hetzelfde alsof dat u zou gekozen hebben voor ik wil mijn bewijs van voorschrift nog eens afdrukken. Als u daarop dubbelklikt, dan gaat hij de PDF openen. En dan hebt u hier het bewijs van elektronisch voorschrift. En dan ziet u nu hier mooi dat effectief elke medicatie een aparte lijn is met een aparte streepjescode. Wij hebben dat ook zo gedaan, dat die streepjescodes zijn altijd geschrankt, zodat een apotheker niet per ongeluk twee keer onder elkaar rap iets kan. Dus dat is altijd scan naar rechts, scan terug naar links, enzovoort. En we hebben dus vier lijnen op één pagina, 1, 2, 3, 4. En dan de vijfde lijn, die ibuprofen, die staat op een aparte. Dus gaat sowieso altijd, afhankelijk van hoeveel medicatie dat u voorschrijft, het maximum dat we op één papier kunnen hebben is 4. Als u er meer hebt, dan maakt daar automatisch 2 pagina's van. En dan kan u dit nu eventueel, als u zegt van het is voor mijn patiënt, kan u dat hier ook afdrukken of bewaren. Maar als u dat wilt doorsturen naar de patiënt, Dentamine, we hebben al een template gemaakt voor u waar het automatisch de naam en de voornaam van de patiënt staan en waar ook automatisch het e-mailadres wordt ingevuld. En dan moet u enkel nog maar klikken op verzenden en dan wordt het verzonden. Ik ga dat nu niet doen. Als de patiënt nu naar de apotheek gaat met de identiteitskaart, dan kan dat ook allemaal lukken. Stel dat u iets zou willen veranderen of iets zou willen wijzigen, of dit in dit geval, omdat het nu echt op mij gaat en ik besta ook echt, heb ik liever dat het allemaal terug gewist wordt. Een beetje opkuising noem ik dat ook altijd. Dan kan u hier lijn per lijn selecteren en dat verwijderen. Of als u nu bijvoorbeeld zegt van ik wil er maar een paar verwijderen en voor de rest opnieuw iets afdrukken. Altijd als u op het plusje klikt hier vooraan, dan ziet u over welke medicatie gaat het hier nu. Dus als ik op die 5 plusjes druk, dan zie ik de eerste lijn is ibuprofen, de tweede diclofenac enzovoort enzovoort. Stel nu bijvoorbeeld die lijn van diclofenac. Ik wil dat eigenlijk niet meer voorschrijven voor die patiënt. Dan kan u op die lijn klikken, op het rode kruisje voor verwijderen. Gaat u een reden vragen? Ik ga dat nu eventjes doen. Reden is webinar. En dan wordt dat elektronische voorschrift wordt nu eigenlijk herroepen bij e-health. Dus dat gaat, als de patiënt nu met de identiteitskaart zou gaan, gaat dat niet meer voorgeschreven worden door de apotheek. Hij gaat dat niet meer door de apotheek voorzien worden aan de patiënt. Stel nu dat we hebben dat nu eruit gehaald en ik wil voor deze vier opnieuw het documentje printen, dan kan u deze vier lijnen selecteren. Ik heb dat nu gedaan. U kan dat doen door Ctrl-A te duwen en dan selecteert u alles. En dan hier aan de linkerkant hebt u het afdrukvoorbeeld van de lijn. Dat is eigenlijk die printer met het vergrootglas en de blauwe pijl. Als u daarop klikt, dan heb ik nu enkel en alleen maar die vier die daarop staan. Dus die vier streepjescodes. Als ik daar maar één lijn zou selecteren en ik klik hierop, dan krijg ik ook het bewijs van elektronisch voorschrift waar alleen maar de medicatie staat die ik op die lijn heb geselecteerd. Als ik er nu twee zou selecteren, natuurlijk, dan gaan die daar alle twee op staan. Als ik ze allemaal zou selecteren en ik probeer te verwijderen, dan gaat Dentamine zeggen, nee, dat mag niet. U mag maar elektronische voorschriften één per één verwijderen. Dus ik ga dat nu ook eventjes doen om gewoon te zeggen van, ja, het is een webinar. Ik wil ook niet bij e-health dat ik geweten sta dat ik vandaag superveel medicatie voorgeschreven heb van een fictieve verstrekker voor mezelf. En dus u ziet dat
duurt altijd eventjes tegen dat verwijderd is, die lijn. Dat is omdat dat ook doorgestuurd wordt naar e-health telkens op dat moment. En dat is hoe dat de dematerialisatie voor medicatievoorschriftjes in elkaar zit in Dentamin. Ik hoop dat dat duidelijk was. Moest er nog vragen zijn, mag u die zeker altijd stellen. Als het niet zo is, dan bedank ik u graag voor uw aandacht en hoop ik van u een volgende keer terug te zien. Dag!